Hallo daar, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Stardust. En we zijn natuurlijk nog hartstikke zwanger. Liz moet zo naar school, maar die ligt nog te pitten. Ja, het zal ook niet hè, tieners. Slapen liever langer. En Simon, die moet vandaag ook werken, zie ik. Wakey, wakey. Simon, je moet zo aan het werk, man. Schiet eens op. Je moet naar school. Wakker worden. Kijk hier, politieagent loopt er al door de tuin heen. Oeh, en Mike is heel ongemakkelijk. Oh. De vaatwasmachine is kapot. Die vervangen we. Oh, alles doet dit weer. Waarom ben je zo ongemakkelijk? Omdat je zwanger bent, omdat het huis vies is. Ik kan me voorstellen. Ja, Simon, jij gaat mee met jou. We zijn er. Even kijken, we moeten naar de plaats delict gaan. Maar waarom? Want volgens mij kunnen we al een opsporing aanvragen. Dus laten we gewoon dat doen. Yes. Opsporingsbericht. Er is een verdachte in de buurt. Ja. In ons werkboek moeten we even kijken. Wat zijn de signalementen ook nog maar? Vrouw draagt een jas, draagt een pantalon. Rood haar en een tiener. Nou, dan denk ik al rood haar tiener. Dan weet ik al genoeg. Wij gaan in elk geval naar de verdachte vragen. Bij een paar mensen. Ik denk niet dat de verdachte hier al is. Wat bieden? Het is een refresh uniform, zwart haar. Ik weet het echt niet meer. Ging ze die kant op? Ik vraag gewoon nog even. Hanara, your bureau shabbat. Yes. Farine. Wakaroo. Fadish. So. Chobaba. Oh, die kan nog niet zo heel veel vertellen. Ja. In elk geval even de kavel afspeuren. Ja, daar is één iemand. Hier is Summer Holiday volgens mij die daar loopt. En nog even wat meer aan de verdachtes vragen. Waar zal de verdachte zijn? Rivers uniform. Ze is daar. Zag je dat? Hij wees naar die kant. Ja, maar ze is toch niet helemaal hier? Echt, ik zie nergens een tiener. Wow. Kijk ze dan vissen hier. Te grappig. Hanara, your bureau shabbat. Ja, toch, en ze blijven ook maar die kant op wijzen. Misschien moeten we hier verder kijken. Hier staan ook twee te vissen. Nee, dat is echt grijs haar. Lastig, jongens. Ik kan haar nergens vinden. Ze zijn wel lang naar een verdachte aan het zoeken.
Ja, ho, wacht. Charlotte. En we gaan eerst even een aardige introductie doen. Ja, ze draagt een jas. Ze is een tiener, heeft rood haar. We gaan haar gewoon arresteren. Oh. Oh. Simorb. Flurbus. Ja, jonge dame, kom jij maar even met ons mee. Sig. Lovo. Kenethoi. Ja, kom maar mee. Ja, volgens mij heb ik jou nou beter dan het Schwebe. Oké, we zijn op het politiebureau en... We gaan haar de raketvaardigheid op laten bouwen. En vrienden maken, want dat moeten ze doen. Ze is gewoon... Is ze nou serieus aan het wegrennen? Wat is dit dan? Is ze nou serieus weggerend? Oh nee. Jawel, hier, kijk, zie haar rennen. Hup, naartoe, rennen. Oeh, ze is nou boos. In het cel opsluiten. Kijk, ze komt met hangende pootjes weer terug. Ah, woe, Sarpava. Fraspa Ponkuna. Waarom? Ik wou net zeggen, kom. Je moet mee naar binnen. De verdachte loopt gewoon weg. Het is druk op het station. Zo, jonge dame. Oh, dode web. Ja, Timbar, wat is het? Kijk, de brak. De samba. Ja, de roep. Even kijken hoor. Yes, raket, waar gaat je? Zoya Pamp, heel gespannen. Kahifa, mooi nou, Sanji. Nou, laten we haar dan maar wat vriendelijke informatie vragen. Yes, Tenoba. En... Friends Zoya Quanix Karo. Oh, dat maakt haar dus niks uit. Meershaal Penosa. Intimideren, we gaan haar gewoon intimideren. Snarbarb Sino. Kahifa Zanoya. Zoya Pam. Kijk hem dan gaan, hè. McQuay Was. Misdaad foto's stonden. Wa? They will un paar. Fui for you, Lux. Ja, we zijn er bijna. McQuay Noyaspa. Oh, je schoen. Sepane Inga. Me boef. Yalaroo. ik vind dat Kiel staren echt te grappig. Gefafa. Kujin Barzak. Jammer, yes, de verdachte lijkt schuldig te zijn. Ah! Arnharb. Samba. Bam! Bekentenis loskrijgen. Yes. En dan moeten we haar opsluiten in de cel. In de cel opsluiten. Oh, haha, hij ging hem nog een keer doen. Hup, jij moet in de cel. Kijk ze allemaal hier staan, hè. Allemaal in één cel. Ja.
ik hoop dat we dan nu ook promotie hebben gemaakt. Ja! En de zaak is gesloten. Beter. Zijn er weer. Er is hier iemand heel ongemakkelijk. Maar Simon ook. Simon, ik denk dat jij ook even wat moet eten. Liz, waar ben jij? Gespannen. Ze heeft games nodig. Nou. Ga jij dan maar Sims voor altijd spelen. Oh ja, ze is natuurlijk een nerd. Gebruiken. En dweilen, want het is er smerig. Oh, Simon, die zit lekker voor de televisie. Hij heeft ook groot gelijk ook. Ze is nog wel steeds zwanger. 3 tot 6 maanden. Even kijken hoor, want hoe is het met onze raket? Zij kan er natuurlijk nu niet in. Maar dat doen we er morgen wel. Even kijken, hoe staat het met jou? Echt te grappig, dit is echt net een Sims 1. Even kijken. Oh, die wc was ook alweer kapot. Het is allemaal wel wat. Daar is Simon. En ik ga hem lekker een modderbad geven, dan kan hij lekker ontspannen. Is voor jou eigenlijk ook wel goed. Misschien moet je maar gewoon even een lekker diner maken. Tosti. Gewoon lekker tosti eten. Late night snack. Ze is ook natuurlijk mega nerdy. Oké, ik ga jou op bed doen, want volgens mij hou jij het niet meer vol daar achter die computer. Kijk hem chillen in dat bad dan. Hebben jullie al wel eens een modderbad genomen? Het lijkt mij echt helemaal niks. Je moet het bad wel even schoonmaken. En, na al dat modder, want dat is toch zo smerig? Kijk, spik, splinternieuw. Er is nog lekkere tosti aan het eten. Ik zeg opbergen. Wat ga jij doen dan? Wat een mafkees. Ook Simon laat ik lekker slapen. En Maaike ook, want die wil ook graag slapen. En als ze weer wakker zijn, kom ik bij jullie terug. Jee, het is ochtend en het is vrijdag, bijna weekend. Liz is al wakker. Die moet even naar beneden, naar de wc. En, oh nee, ik ga haar een douche geven, want douchen gaat gewoon sneller. En dan lekker ontbijten met een tosti. Ze is wel heel nodig. Altijd met de telefoon bezig, Lynn, hè? Altijd Liz met de telefoon bezig, altijd. Sneltrein vaart. Ja, ga gewoon even relaxed ook voor de televisie kijken dan. Simon moet over de uren aan het werk. Gaat ook lekker wat tosti's eten. En hij is zelfverzekerd door het modderbad. Kijk, die multitasking, jongens. Handig, handig, handig. Nou, doei Liz. Have fun at school. En we gaan hem alleen sturen vandaag. Want ik wil graag verder met de raketvaardigheid. Oh. Fwap. Fwap.
Ga je naar het werk? Toedels. Zo. Dan gaan we eerst even zorgen dat er iemand het huishouden gaat doen hier. Want dat is niet echt wat je zegt. Super. Een dienst inhuren. En we doen een regelmatige schoonmaak. En daarna ga jij dit allemaal even opruimen. Oh, ze komt er ook zo wel aan. Is dit een belangrijk geschiedenisproefwerk aan te komen? Liz komt goed mee, maar een goed cijfer kan haar gemiddelde ten goede komen. Inzet zoals gewoonlijk. Oh, ze heeft in haar broek geplast. Je stond gewoon voor de wc. Ging ze naar broek plassen? Ontzettend beschaamd. Kijk, kijk, kijk. Ze gaat ook helemaal onder water. Oh, nou, bedankt voor schoonmaken. Toedels. Je bent wel vergeten te dweilen. Schoonmaker. Douche gaat veel sneller als een bubbelbad. We gaan even die verbetering afmaken. Kijk hoor, dikke buik alweer. Eigenlijk is het ook veel te snel dat ze zwanger is geraakt, hè? Eigenlijk kan dat helemaal niet. Maar dat geeft niet. In de Sims kan alles. Hoppa. En ik hoop echt dat dan... Even kijken hoor. Het weekend is aangebroken. Jeehey. Yes, en de verbetering is ook gelukt. Liz, we gaan op stap. We gaan even op stap. Even de pup in of zo. Even... Even een tosti eten. Je moet even een beetje meer om de mensen, nerdy. En dan gaan we nog even naar de wc. En even douchen, want je moet wel een beetje netjes eruit zien als je op stap gaat. Alright. Even kijken, waar gaan we heen? Naar Willow Creek. We zijn in een pub aanbeland. Kijk, kijk, kijk. Wie hebben we hier? Kees. Oh, echt te leuk. Hi, wie ben jij? Hippie. Je ziet er wel heel hip uit. Nou, ook Magere Hein is hier. Spino? Ja, fruit. Wat een hooi. Oh, een pizza. Kijk hoe gezellig ze het hier hebben. Hoi, Bo. Je nou wat. Pardon, kwaad, Juffa. Samba. Vet leuk. Misschien wil Liz wel even oefenen met piano spelen. Oh, kijk, ze gaat helemaal dansen. Ze heeft in ieder geval een maatje gemaakt. Oh, kijk, helemaal los gaan dan. Helemaal los. Kijk dan, Magere Hein is hier gewoon. Gaat ook helemaal los. Hier, ga eens even piano spelen. Zee, het is niet echt druk in de pub, maar het is ook vroeg, hè? Een beetje honger. Kijken of we hier even een snackje kunnen. Zo. Even een beetje chips bestellen. Tenminste, dat is altijd toch wel een beetje lekker. Een beetje chips.
Yummy. Zilnoy. Huh? Kijk, en een beetje drinken erbij. Helemaal nice. Kijk dan, het worden hier alleen maar meer aliens. Wout en Simon en Magere Hein. Magere Hein gaat gewoon helemaal los, jongens. Kijk hem gaan. Magere Hein, funk. Grimbami. Had ik nog niet eens gezien. Oeh, Naomi van Gent gaat ook helemaal los. Smeba. En het wordt alweer tijd om naar huis te gaan. Dus ik ga Liz naar huis sturen. Zo. Terug thuis. Even met papa kletsen. En dan lekker naar bed straks. Maar eerst nog even gamen. Mark heeft alweer honger. Ja, als je zwanger bent, dan eet je voor twee natuurlijk. Bakken. Dat is echt wel leuk als ze de bakvaardigheid een beetje meer onder de knie krijgt ook nog. En zodra ze ook gegeten hebt, dan vliegt die blaas ook. Kijk hoe die blaas naar beneden vliegt. Nou, gauw plassen. En dan een lekkere verse. Oh, lekkere verse broodstengel eten. Oh, en bedorven voedsel moet ook even uit de koelkast. Het stinkt zo, hè? En daarna gaan we lekker de ruimte verkennen. We zijn aan het bevallen. Maar ondertussen, tijdens de bevalling, brengt ze gewoon nog alles weg. Baby in het ziekenhuis krijgen. Meegaan. Simon en Liz, jullie moeten mee. Simon zit al half in de ruimte. Nou, daar zijn we. Simon zit denk ik gewoon in de ruimte. Ja, ik moet bevallen, dokter. Ga je nou achter de computer zitten, gewoon? Baby in het ziekenhuis krijgen. Ja, daar zijn we al. Nee, ik ga gewoon tijdens mijn bevalling hier wat liggen of zo. Bij de receptie moet je je wel inchecken, denk ik. Zo. Ik moet bevallen. Hey, ik moet bevallen. Help me. Oh. Kijk, alles is groen. Oh, Liz is naar huis gegaan. Kijk dan. Nee. Hier hoor, daar komt die E2. Oh. Oeps, dat was hard. Oeps. Jongens, tijdens de bevalling wordt de hart er gewoon uitgerukt.
Het is een jongen. Stardust. Duncan. Duncan Stardust. Kijk. En de jongen is ook een alien. Gaan hem meteen maar even de borst geven. Kijk joh, en dan zijn ze ook gewoon. Alsof het niks is, hè. Alsof het niks is. Ho, waar heb je je baby gelaten? Oh, je stond denk ik een beetje te vroeg op, Maaike. Waar is die baby nou gebleven? Ik denk dat de baby thuis is. Waar is de baby? Kijk, een wiegje. Naast het bed ook gewoon. Trotse papa. Ja, deze is zo moeilijk. Ja, dat was ook gewoon zoveel. Ja, bevalling. Ja, ik snap het wel. Helemaal op. Maar hiermee ga ik de Stardust-familie weer afsluiten. Ik hoop dat jullie deze aflevering weer leuk vonden. En bedankt voor het kijken. Ik zie jullie de volgende keer weer. Doei doei!